Wat neemt een fotojournalist mee als hij naar een oorlogsgebied gaat? Die vraag die krijg ik nog wel eens gesteld op een lezing. En het ligt natuurlijk een beetje aan welk gebied. Het kan een droog, een nat gebied zijn, een afgelegen gebied, een makkelijk toegankelijk gebied. In ieder geval, mijn stelregel is, ik moet allemaal in deze fototas passen. En wat zit er allemaal in? Allereerst hebben we hier een Canon D5, een digitale camera uiteraard, met een 28-70 mm lens. Daar heb ik ook nog een groothoek bij, in dit geval een 17-35 mm lens. Je merkt, het zijn allemaal zoomlenzen. Ik gebruik hem niet zo vaak, maar soms wil ik ook wat teleopnames maken. Daarvoor heb ik een 75-300 mm lens. En om dit setje af te ronden, maak ik wel eens gebruik van een flitser. Als een soort digitale backup heb ik hier een Leica M8. Vaak als ik gewoon onderweg ben en ik wil niet met al te veel apparatuur rond gaan sjouwen, dan neem ik deze camera. En tot slot heb ik hier nog een analoge camera. Soms ben ik een paar dagen verstoken van de elektriciteit en dan heb ik geen batterijen, kan ik het niet opladen. Dan komt zo'n analoge camera wel heel handig uit. Daar heb ik een aantal lenzen bij, in dit geval een 28, een 35 en een 50 mm lens. Ik heb ook nog een portable laboratorium bij me. In dit geval een kleine Apple laptop. Hier gaan de foto's in, hier kan ik ze bewerken, hier kan ik ze bekijken, hier kan ik ze via internet naar de fotoredacties sturen. En ik heb hier, omdat ik in RAW schiet, een extra harddisk van 100 gigabyte. Natuurlijk de nodige extra kaartjes en batterijen. Daar kan ik er nooit genoeg van hebben. En voilà! Ik kan weer op oorlogspad gaan. Tot ziens, hè.